Het nieuwe verkeersplein op het Europaplein in Leeuwarden wordt na protestacties van bewoners toch iets aangepast. Wethouder Thea Koster wil nu dat de verhoogde rotonde niet op 1,50 meter, maar op 80 centimeter hoogte wordt aangelegd. In het eerste plan was sprake van 3 fietstunnels. De actiegroep van bewoners wil geen fietstunnels, maar gelijkvloerse kruisingen waar fietsers voorrang hebben en handhaving van de huidige ovale vorm. Externe deskundigen gaan de komende tijd de plannen beoordelen en in juni moet de gemeenteraad een keus maken.